Ja, ik heb twee penalties gemaakt en ja, vandaag was ook weer een penalty en ik heb aangegeven wederom dat ik me goed voelde en nog graag wilde schieten. En, ja, Ryan heeft me die penalty gegund en ja, daarna schoot ik van een meter of 20, denk ik, 25 en de keeper geen antwoord op. Dus ja, dan schiet je zomaar weer twee binnen, ja. Een persoonlijk succesje, het verleidt je tot een glimlach op je gezicht, maar uiteindelijk dat ene doelpuntje dat je tekort komt om de nakompetitie te ontlopen, dat moet je je dag ook wel een beetje verpesten. Ja, absoluut. Dat is natuurlijk wel de hoofdgedachte. Ik zet het team boven mezelf en ja, ik had graag gehad dat we de nakompetitie waren ontlopen. Alleen mocht niet zo zijn. Ik denk wel dat we er alles aan gedaan hebben. En, recht in de spiegel kunnen kijken en kunnen zeggen dat we alles aan gedaan hebben om dat te realiseren. Simon Kelder, de algemeen directeur, vreest de nakompetitie een beetje. Ik zeg, dit ga je toch makkelijk halen. Zo goed spelen jullie de laatste weken. Ja, dat is ook zo. Alleen de nacompetitie is iets anders. En we moeten beseffen dat er andere dingen bij komen kijken. En ik denk als we voetballen zoals we kunnen, dat geen enkele ploeg een probleem moet zijn. Alleen dat moeten we goed beseffen. En die wedstrijden moeten we ook goed ingaan. Je hoort tegenwoordig een heleboel clubs die zeggen dat ze die Geert Arend Roorda wel willen hebben. Maar als jij 8 doelpunten maakt in een half seizoen, kan je misschien wel naar iedere club in Nederland. Wat kan jij zeggen over je toekomst? Ja, ik kan er weinig over zeggen. Ik heb het uitgesteld tot na de competitie, omdat ik me graag wil concentreren op Excelsior op dit moment. En ik wil graag erin blijven met deze mooie club. En ja, dat moet eerst maar eens goed komen en dan zien we wel wat er gaat gebeuren. Dankjewel Geert Arend Roorda. Met jouw permissie gaan we door naar je aanvoerder, want die staat er ook al klaar voor, Ryan Kolwijk. De wissel, je moest eruit. Toen reageerde je een beetje van waarom moet ik eruit? Maar uiteindelijk het belang van Excelsior gaat boven ieders belang en ja, net één goaltje te weinigen. Ja, klopt. Ik denk dat het zuur is. Ik denk dat je als je gaat kijken naar het hele seizoen en dat je sowieso wat meer punten had kunnen en moeten halen. En vandaag had je er ook meer kunnen scoren. Dus. Jij op de paal bijvoorbeeld? Ja, zeker. Dat erin gemoeten. Maar als je nu kijkt terug op 34 wedstrijden. Welke wedstrijd wijs jij nu aan als zeg je als we daar dat ene puntje meer hadden gehaald, hadden we hier nu heel anders gestaan? Ja, maar dat zijn meerdere wedstrijden. Denk ik. Als je bijvoorbeeld als voorbeeld de Ajax thuis neemt. 2-0 voor met rust tegen 10 man. Nou, dat mag je gewoon niet meer weggeven. Maar zo zijn er nog een aantal. ADO uit. Volgens mij twee keer of zeker één keer een rode kaart moet hebben. Waarin je gewoon goed voetbal speelt. Waarin dan ook nog in de laatste minuut een hensbal maken. Waardoor er een goal komt. Dus ja, zo zijn er nog een aantal wedstrijden. Maar die weet ik allemaal niet precies meer uit mijn hoofd. Op een gegeven moment werd het 4-1. Oftewel, nog één doelpuntje en jullie waren veilig. Realiseerde je toen van, joh, als dat gebeurt, heb ik mijn laatste wedstrijd voor Excelsior gespeeld? Dat realiseerde ik niet. Ik realiseerde me alleen van, ja, als we nog één keer scoren, inderdaad, dat we veilig waren. Maar niet dat ik mijn laatste wedstrijd voor Excelsior had gespeeld, dat niet. Wat weet jij van FC Den Bosch? Niet zoveel. Dat is nu de boodschap, hè, de komende dagen. FC Den Bosch leren kennen. Ja, klopt inderdaad. Maar ja, leren kennen, ik bedoel, we zullen ons gewoon voorbereiden, net als op alle andere wedstrijden. We moeten gewoon uitgaan van onze eigen krachten. Maar ik zeg tegen iedereen van Excelsior, jullie gaan dit makkelijk halen, die nacompetitie. Tenminste, makkelijk doorheen lopen, maar iedereen hier zegt, nee, dat is niet zo. Nee, maar dat lijkt me ook logisch. Ik bedoel, het zijn wedstrijden op zich en het is een ander soort voetbal. Ik bedoel, ik heb de Jupiler League meegemaakt en vorig jaar zijn we zo ook gepromoveerd. En ja, het zal lastig worden, maar we weten inderdaad wel wat we kunnen. En als we zo voetballen als de laatste weken, dan moet het zeker goed komen. Ja, want de meeste voetballers, of de meeste clubs, gaan met een rotgevoel. Die nacompetitie en de meeste eredivisieclubs. Maar jullie gaan er met een goed gevoel in. Dat je de laatste weken zoveel punten pakt, zoveel scoort, zo goed voetbalt. Ja, zeker. Ik denk dat zeker een voordeel is. Dan hebben we veel vertrouwen en inderdaad, we scoren veel. En iedereen zit lekker in zijn vel. Dus we vrezen er helemaal niet voor. We gaan ervan uit dat we die wedstrijden gewoon goed doorkomen.